Dat mag ik u nog niet vertellen. De Graafschap heeft niet alleen moeite met scoren. Ook het houden van de nul achterin is met name in uitwedstrijden een probleem. En dat met ervaren krachten als Hans Kraaij en Ernie Brands. De nadruk zou misschien meer op de verdediging moeten liggen. We zijn geen ploeg. Geen ploeg die specifiek op de nul moet gaan spelen. Kijk, de 2 jaar heb ik alleen maar aanvallend voetbal gepredikt. Ze mochten niet aanvallen, ze moesten aanvallen. Ja, en dat spel wat we gespeeld hebben in de eerste divisie, dat is niet mogelijk in de Eredivisie. Er wordt veel behoudender, veel berekender gespeeld. En, we hebben om moeten schakelen. Dat we toch iets minder aanvallend zijn gaan spelen. Je wordt ongeslagen kampioen van de eerste divisie. Een boel van ons hadden natuurlijk nooit Eredivisie gespeeld. Maar dan blijkt toch dat het verschil Eredivisie-Eerste Divisie erg groot is. Maar niemand had gedacht dat we na 13 wedstrijden onderaan zouden staan. Maar ik ben ook van overtuigd dat we, gezien de wedstrijden die we gespeeld hebben, dat we ook van onze plaats afkomen en naar boven gaan. De spelersgroep van de Graafschap houdt duidelijk de moed erin. De wedstrijd tegen Feyenoord aanstaande zondag is echter wel een hele lastige. Maar wie weet wordt het wel de grote ommekeer. Ik herinner me nog van de 73, 74 traditionele wedstrijden tegen Feyenoord. Dat waren altijd spektakelwedstrijden. En de Graafschap thuis heeft, dacht ik, wel iets te bieden. Dus ik ga niet zeggen dat we zullen gaan winnen zondag. Maar je moet elke wedstrijd je huid zo duur mogelijk verkopen. En dat geldt uiteraard zondag ook weer. We hebben nog geen slechte wedstrijd thuis gespeeld. En hier kan het spoken. En hier gaat het zondag ook spoken. We hebben wel zondag ontzettend slecht gespeeld tegen Volendam. En dan heb je zo ontiegelijk de pest in. Omdat de manier waarop we daar gespeeld hebben, dat is de Graafschap niet in de Graafschapstijl, niet gekenmerkt door agressie of felheid. Maar dan weet je gewoon, dat is gewoon je intuïtie, dat zondag, daar staat een ploeg, die is verschrikkelijk scherp, dat weet je gewoon. Natuurlijk speel je tegen een hele goede tegenstander, maar ik denk dat het een fantastische wedstrijd geworden. Waarom? Vuist gebald bij Simon. Feyenoord trainer Wim